Dagen geleden riepen Joodse organisaties de Tweede Kamer op om afstand te nemen van vergelijkingen tussen de Holocaust en de coronapandemie. En na die oproep van Joodse organisaties heeft de heer Baudet een tweet de wereld ingeslingerd. En in die tweet plaatste hij de Holocaust tussen aanhalingstekens. Ik vond dat zeer ongepast richting alle nabestaanden van Joodse families, Sinti's en Roma's, die tijdens de Holocaust hun familieleden zijn verloren. En ik zou de heer Baudet willen vragen omdat hij zijn excuses wil maken voor Holocaust. De heer Baudet. Ik zou niet weten waarom ik daar excuses voor moet maken. Voorzitter, dat is heel treurig. De heer Jetten. Laat ik dan een paar dingen aan de heer Baudet voorlezen. Moshe Hammelburg, 6 jaar. Maurits Hammelburg, 43 jaar. Moses Hammelburg, 65 jaar. Nathan Hammelburg, 50 jaar. Nathan Hammelburg, 48 jaar. Solomon Hammelburg, 10 jaar. Het zijn de namen van familieleden van Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66, die een groot deel van zijn familie verloor in de Tweede Wereldoorlog. En net als de familie Hammelburg zijn er vele Nederlandse families, Joods, Roma of Sinti, die door de Holocaust, waarvan families vrijwel volledig zijn uitgemoord. En kunt u zich voorstellen dat die Nederlanders het ongelooflijk kwetsend vinden als een lid van dit huis de Holocaust tussen aanhalingstekens plaatst? Nee. De heer Baudet. Nee, het was een citaat.